Hoi, ik ben Emiel en ik ga samen met jullie het concert voor Rafiek doen. Het verhaal bij het concert voor Rafiek gaat over een meisje. Ze heet Saïda. Stel je voor, je bent 10 jaar en je woont met je vader en moeder in een land hier ver vandaan. Je vader is de enige onderwijzer in het dorpsschooltje en in dat schooltje zitten alle kinderen van het hele dorp bij elkaar in de klas. Jongens en meisjes. Dit zou het dorp van Saïda kunnen zijn. Dit zou Saïda kunnen zijn. Dit haar ouders. En dit zou haar school kunnen zijn. Dan breekt er oorlog uit en moet Saïda vluchten, zonder haar ouders. Na een lange gevaarlijke reis komt ze terecht in Nederland. Daar woont ze in een asielzoekerscentrum. Hier moet ze wonen tot er beslist wordt of ze mag blijven of niet. Er wonen mensen uit heel verschillende landen. Hier ontmoet ze Hajari. Hij wordt haar beste vriend. Hajari komt weer uit een heel ander land dan Saïda. Hij is 4 jaar ouder dan zij, maar hij is nog nooit naar school geweest. Hij heeft van kleins af aan de koeien en geiten van het dorp gehoed. De dichtstbijzijnde school is 50 kilometer verderop. Te ver, maar ook te duur voor Hajari. Hij droomt ervan een wereldberoemde drummer te worden. Hajari gaat Saïda helpen om haar ouders terug te vinden. Hoe? Dat ga je zien en horen bij het concert voor Rafiek. Tot dan!